Nou, welkom allemaal bij weer een nieuw klantinterview. Deze week is het alweer de tweede die online gezet wordt. En vandaag zitten we met Tanja. Nou, laten we lekker overgaan naar het voorstelrondje. Om te beginnen, super tof dat je er bent. En dat kijkers ook wel benieuwd zijn naar wie je precies bent en wat je doet. Ja, super leuk om hier te zijn, Michel. Ja, ik ben Tanja Vrome. Ik ben business en health mentor en ik help mijn klanten eigenlijk met het bereiken van een optimale gezondheid, een optimaal energieniveau, een optimaal focusniveau. En ik focus mij op ambitieuze onderneemsters, dus onderneemsters die echt all-in willen gaan in hun bedrijf en zich en daarin ook optimaal willen kunnen presteren. Ik zeg altijd, ik heb eigenlijk twee soorten doelgroepen. Ik heb klanten die bij mij komen met hele specifieke klachten. Dus die bijvoorbeeld aanlopen tegen darmklachten of huidklachten of hormonale klachten of vermoeidheid. En ik heb ook onderneemsters die zich gewoon wel oké voelen, maar die voelen van ja, er is zoveel meer mogelijk als ik nog beter die basis ga leggen. Als ik echt sky high wil gaan in mijn bedrijf. En de pijlers waarin we kijken in mijn trajecten zijn eigenlijk voeding, leefstijl, mindset, suppletie, dus echt die holistische aanpak en kijk op gezondheid. Nou, toch mooie introductie. Ik stelde in het begin de vraag waarom je dacht dat LinkedIn mogelijk interessant was voor jouw business. Weet je dat nog zelf? Dat je dacht van oké, ik ga Ja. hierom even een call in plannen over LinkedIn. Ja. Nou, het was eigenlijk al iets wat heel lang een beetje in mijn hoofd zat. Dat ik dacht van, oh ja, LinkedIn kan wel interessant zijn. Want ik merkte al wel eens dat er ook freelancers op mijn pad kwamen. Of dat, ja, dat het toch weer een hele andere doelgroep speelde op LinkedIn als dat via Instagram bereikt kon worden. Want ik zat echt alleen maar op Instagram wat dat betreft. En ja, ik had er heel veel voordelen over. Dus ik dacht, het is een zakelijk en droog platform en er is niet veel te beleven. Dus ik voelde daar heel veel weerstand tegen. En toevallig dat Jalisa, die ook een klant bij jou is, mij eerder al een beetje meetrok naar LinkedIn en zei: kom, we gaan het gewoon nailen. En hoe meer we daarover leerden en hoe meer ik daarover hoorde, hoe meer mijn vooroordelen ook verdwenen. En ik dacht, ja, the sky is the limit gewoon. Het is echt super interessant wat LinkedIn te bieden heeft. En dat zat hem denk ik vooral ook in het, ja, een hele nieuwe doelgroep, maar ook echt in het bereik wat je op LinkedIn kan krijgen in vergelijking met Instagram. Ja, super. Dus dat zeg ik ook altijd zelf. Dus heel veel mensen die denken, dus meer voor de kijkers, heel veel mensen die denken van ja, LinkedIn heeft een stoffig imago en het is heel erg zakelijk. Maar juist daarom is het ook zo krachtig om nu te starten met LinkedIn. Want als je dan zelf gewoon leuke content plaatst, dan onderscheid je jezelf en krijg je best wel eenvoudig relatief veel impressies als het in vergelijking is met andere platformen. Gaan we zo meteen nog even verder op in wat Tanja daar ook in heeft bereikt. Laten we eerst even ingaan op iets anders. Dus straks gaan we nog in op het bereik op Instagram versus LinkedIn. Maar eerst is er natuurlijk nieuwsgierig van, hey, wat zijn de resultaten geweest uit LinkedIn? Ik laat je daar zelf gewoon vrij in hoe diep je daarin wil gaan. Als je het wil, kan het omzet zijn, het kan ook bereik zijn, de eerste post, leads. Ik laat je er lekker vrij in. Ja, de resultaten zijn echt bizar. Ik had het van tevoren nooit kunnen bedenken. En het is eigenlijk ook heel snel gegaan. Want zodra ik echt op LinkedIn begon met posten, kreeg ik al een enorm bereik op mijn post. Dus dat ging echt. Ja, mijn eerste post hadden iets van 40.000 impressies. En dat ging uiteindelijk over de 100.000 heen. Dus ja, als ik dat vergelijk met Instagram, is dat natuurlijk echt bizar. Dus dat was echt al heel fijn om te merken. Maar wat ik nooit had kunnen bedenken en wat heel snel ging, was dat er ook gewoon heel veel kennismakingen werden ingepland vanuit LinkedIn. Dus ik haalde daar eigenlijk zonder daar zelf heel erg moeite voor te moeten doen of in mijn DM te kruipen, haalde ik daar ontzettend veel spontane kennismakingen uit. Dus heel veel nieuwe leads, ontzettend leuke klanten. Dus ik haalde daar al snel nieuwe klanten uit. En ja, mijn omzet ging gewoon keer twee. Dus ik zat normaal rond de 10.000. En ja, binnen 4 weken ging dat keer twee. Dat was echt niet normaal. En dat houd ik nu vast. Dus dat is echt fantastisch. Dat is Daar zeker ging met ik de. uiteindelijk Ik wist niet, dat wist ik niet. Dus je hebt nu, dus je had de eerste maand dat je dan 20. En heb je dat ook gewoon steeds vastgehouden de maanden daarna? Of was dat bijvoorbeeld 20, 18, 22? Hoe zat dat ongeveer? voor. Ik heb nu 2 maanden 20. Ja, Oké. Okay. Oh, het is ja. dus 2 maanden geleden dat we zijn gestart. Oké, okay, nou, super nice mensen. Dus dat is echt tof.
En de eerste, dus Ja, die we eerste zijn er post van niet jou. 2 maanden gestart. We zijn er niet eens 2 maanden. Dus moet je zien hoe snel het kan gaan. Ik ben al iets eerder begonnen met posten op LinkedIn, maar het is echt, ja, het is echt niet normaal. En wat ik ook wel leuk vind om toe te voegen, want het gaat natuurlijk heel vaak op omzet en ik weet het, daar zijn we als ondernemers mee bezig. Maar wat mij ook heeft verbaasd en wat ik echt fantastisch vind aan LinkedIn, is dat door het bereik je ook je missie zo sterk kan uitdragen. En dat je zoveel DM's krijgt, een connectie met mensen en mensen die echt zoveel leren van je content en daar ook gewoon ja, een hele andere inzichten door krijgen. Dus het geeft ook ja, een stuk voldoening dat je echt wat te brengen hebt en daar zoveel mensen mee kan bereiken. Dat vond ik ook echt heel mooi om te ervaren op LinkedIn. Nou, nice man. Ze hebben nu officieel een nieuw voordeel bij ons traject. Dus ook de missie Ja, nou, dat uitdragen. mag je ook best benoemen. Nice. Volgens mij was het ook zo bij jou dat dat jouw eerste post. Dus we hadden samen een post geplaatst. En daar had je toen toch ook al best wel wat calls en klanten uitgehaald. Weet je nog zelf precies hoe dat zat? Ja, ik had, dat was super natuurlijk ook in jullie traject. Daar was een eerste post die je inderdaad kon plaatsen. Om al eens te polsen van, joh, hè, zijn er mensen warm in je netwerk? En zijn er mensen die met je willen samenwerken? Dus die post had ik geplaatst. En ja, daar kwam eigenlijk direct heel veel reactie op. En daar heb ik heel veel kennismaking ook vanuit ingepland. Van mensen die er meer over wilden weten. En die meer wilde weten over mijn aanbod. Dus dat was echt, ja, dat gaf al direct zo'n fantastisch resultaat. Nou, helemaal super. Even kijken hoor. Wat is dan denk je, als je het mag samen... Ja, dus, ja, je omzet was keer 2. De missie, zei je. Dat je die kon uitdragen via LinkedIn. Heeft LinkedIn je ook nog andere dingen geboden naast die dingen? Ja, voor mij is het belangrijkste dat het echt consistentie in leads geeft, zeg maar. Dus wat ik ook zie, ja, ik vergelijk heel erg met Instagram, omdat dat ook echt mijn wereld daarvoor was. En ik zie ook dat ik eigenlijk minder tijd in LinkedIn hoef te steken, want het schrijven van posts gaat voor mij daar wat makkelijker. Dat is wat minder werk. Dus ja, je hoeft geen stories te plaatsen en allemaal dat soort dingen. Dus ja, eigenlijk met minder tijd haal je een veel consistentere leadstroom uit LinkedIn. Dat blijft, zolang je maar goede content maakt, dat is wel echt belangrijk. Maar zolang dat goed loopt, ja, blijven die leads gewoon komen. En dat is wel iets wat ik heel fijn vind. Nou, dat begrijp ik 100% zeker. Dat is ook wat de meeste mensen het fijnst vinden. Helemaal Ja, denk super. ik ook. En thanks ook voor het delen daarin. Even kijken. En hoeveel bereik krijg je nu per week? Weet je dat zo uit je hoofd per maand ongeveer de impressies op LinkedIn? Ja, dat zit grappig, want we hadden het er net toevallig over. Maar dat zit meestal rond de 100k. Het schommelt een beetje tussen de 80 en 100. Oké, netjes. Nou mensen, je weet het, als je dus goede content plaatst, dan is veel bereik krijgen op LinkedIn ook zeker mogelijk. Heel veel mensen struggelen daarmee, maar dit laat zien dat het werkelijk mogelijk is. Dus dat is helemaal super. Oké, even kijken, wat is verder nog interessant voor de kijker? Ja, dus hoe heb je ons traject ervaren? Dus dit zijn enkel de resultaten op LinkedIn, maar heb je ook nog iets waarvan je denkt, hey, zo was jullie traject? Ja, wat ik heel fijn vond, is natuurlijk al het materiaal wat gewoon online beschikbaar is. Dus de modules. Dat is echt, ja, het is echt bizar hoeveel waarde en lessen daarin zitten. Dat heb ik jou ook wel eens al eerder gezegd. Dat het gaat zoveel verder dan alleen LinkedIn. Want je denkt, je stapt in een LinkedIn-traject en je gaat alles leren over LinkedIn. Maar ja, het gaat zoveel verder dan dat. Er zit een heel stuk strategie achter, mindset en natuurlijk aanbod, ideale klant. Ja, alles zit erin en je kunt er zelf uithalen wat je nodig hebt. Dus ja, het is gewoon iets wat je hele bedrijf gewoon veel verder kan tillen. Dus dat, ja, dat was voor mij echt, dat had ik van tevoren niet gedacht. Dus dat vind ik heel prettig. En ook gewoon echt, ja, het meedenken, de één-op-één support, de feedback op de content. Ja, dat is allemaal echt super fijn. Ja, Nou, ik kan thanks het niet meer daarvoor. lovend zijn, Michel. Het lijkt bijna alsof ik het hier allemaal verzin, maar ik meen het echt allemaal. Nee, Ja. ik weet het ook. Ja, en dankjewel ook daarvoor. Dankjewel. Ja, dus dat is ook een beetje ons ding met LinkedIn. Dus wij hebben zelf dan ook bewust gekozen voor. Want er zijn al heel erg veel in het algemeen marketing consultants of business coaches. Dus wat wij eigenlijk doen, ook voor de rest van mensen, is een sneak preview. Wij verkopen dan LinkedIn marketing en we helpen je ook voornamelijk met LinkedIn. Maar in de cursusmaterialen zit eigenlijk alles over het opschalen van je coaching business. Dus sales, content. We hebben aanbod creëren, allerlei tools instellen, systemen, communicatie met teamleden. Dus je kan het er allemaal in vinden, maar dat was eigenlijk een geheimpje. Maar goed, dat is nu helemaal goed zo. Oké, het stukje. Wat was die? Ja, we hebben in principe alles behandeld waarvan ik dacht, nee, dat is relevant om te behandelen. Zijn we volgens jou, denk je, nog iets vergeten?
Nou, alleen, ja, we hadden het natuurlijk over het verschil in bereik tussen Instagram en LinkedIn. Ja, misschien nog leuk om te benoemen dat als ik een post op Instagram plaats, ben ik echt blij als die 500 tot 1000 accounts bereikt. Dat is echt. En op LinkedIn gaat het dus richting de 100.000. Ja, dat zijn natuurlijk echt de goede posts, maar toch vaak zat richting de 30, 40k. En ja, het verschil is gewoon echt niet normaal. Dus dat is misschien wel leuk om te benoemen om echt zo heel concreet dat verschil te zien en hoeveel bereik je kan hebben. Dat zo, merk je dan trouwens ook, die vraag hebben dan heel veel mensen, dat LinkedIn ook meer leads oplevert dan Insta? Of is het wel ongeveer gelijk met jouw Instagram-following die al een tijdje volgt? Heel veel meer. Nou, en moeitelozer. Dus op LinkedIn merk ik dat mensen sneller zelf ook een call inplannen. En op Instagram vind ik dat je veel meer outreach moet doen en dat mensen in de DM moet kruipen en een verbinding moet maken. En wat ik ook merk, dat is ook natuurlijk goed om te benoemen, is dat op LinkedIn ook echt wel een doelgroep zit die wat makkelijker investeert. Ja, dat is echt een verschil wat ik ook heel erg merk. Dus het zijn ook kwalitatievere leads die je eruit haalt. Nou, dat is een al met al een hele mooie conclusie van dit interview, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou, sowieso, dus we ronden met deze af. Tanja, dankjewel voor je tijd en al je mooie woorden erin. Ook dat, ik waardeer het echt enorm. Ook de kijker van dit interview, thanks voor het kijken. Ik zie je weer terug in een volgende. En voor nu, ja, zet hem op met je business. En mocht je ooit iets van ons willen, dan kun je een call inplannen via de link van deze YouTube-beschrijving. Doei doei!